gaan beperkt naaien. Tien jaar geleden ben ik slechtziend geworden door een hersentumor. En ik wilde nog steeds eigenlijk met mijn passie doorgaan. En dat is mode, kleding maken bijvoorbeeld. Maar omdat de naaimachine heel lastig bleek te zijn, heb ik allemaal tips en tricks ontwikkeld om zonder naald en draad toch nog leuke kleding en andere dingen te maken. You can do it, yes you can. We gaan een tas maken van een t-shirt zonder naald en draad. We hebben alleen een schaar nodig. We leggen in ieder geval het t-shirt mooi plat neer. En dan zie je al, dit is een vrij lang t-shirt. Omdat het een heel sexy slaapshirt is. Ik ga er ook helemaal zoet van praten hoor. Dan wat je eigenlijk als eerst gaat doen is checken of je schaar wel scherp genoeg is. Aan een botschaar heb je niks. En daarmee bedoel ik geen papierschaar, alsjeblieft niet. We gaan langs de mouwlijn knippen. We halen gewoon de mouw eraf. In de vorm meeknippen. En je schaar, je hoort het al, laat je ten alle tijde op je tafelblad rusten. Doen we hetzelfde dus bij de andere kant. Kijk, hoppa. Leg even je mouw op de grond, want hier gaan we dus niks meer mee doen. Stap 2. We gaan de onderkant wegknippen. Dus niet op het stiksel, zoals je ziet zijn er twee lijnen, maar gewoon langs het stiksel ietsje verder. Ook dit stiksel zie ik haast niet. Want je voelt tot waar de naad loopt, zeg maar. Niet te veel technische snufjes gaan bedenken. Gewoon lekker knippen. Hopla. Nou, die leggen we aan de kant, want die hebben zo meteen dus wel nodig. Stap 3. We gaan het boord wegknippen, oftewel halslijn. Het gaat er alleen om dat je hem rond wegknipt. Ik vind het leuk om tassen te maken, omdat eigenlijk iedereen een tas gebruikt. En het allermooiste is dat je van iets 2D, dus zo plat als dit, dat je naar een 3D iets gaat. Dat je echt iets maakt waar uiteindelijk inhoud in kan. Ik weet dat sommige mensen hebben zelf geen inhoud, maar ze kunnen dus wel een mooie tas hebben met een goede inhoud. Het is oké, of heb je nog een stukje wat een beetje een wiebertje is. Een wiebertje is een dingetje. Oftewel, iets wat gewoon niet recht is of zo. Zoiets. Vul het zelf in. Ieder wiebertje is gewoon iets waarbij je denkt, dit moet eraf. Dit klopt niet. Stap 3. Je keert even je shirt binnenste buiten. En dan hebben we het koord. Eigenlijk is dit dus ondernaad. Maar dat is te veel technisch geouwen hoer. Dus gewoon, hop, koordje. Onderkant van je t-shirt. Hop, je rimpelt hem bij elkaar. Je gebruikt je koord. Die sla je eromheen. Je houdt hem vast en je legt eigenlijk gewoon een knoopje. Hier heb je niet eens een strikdiploma voor nodig. Stap 4. Je handen in je t-shirt. Trek hem binnenste buiten. Je pakt je armsgaten. En jawel, een tas. Zal ik hem even vullen met iets, anders zien jullie het natuurlijk niet zo goed. Handige tas om je uien in mee te nemen. Je eigen persoonlijke uientas.